eigenlijk kijken hoe het hier gaat. Ja, en ik vind het ontzettend gezellig. Ik loop wel vaker natuurlijk hier over de slinger, maar met die braderie en de hoeveelheid mensen, het prachtige weer, denk ik, jongens, wat een heerlijke wijk. Vestia moet net als elk bedrijf natuurlijk ook gaan besparen, maar waarom steken jullie dan toch geld in zo'n project als dit? Nou, dit is de tweede keer nu dat het georganiseerd wordt. En we vinden het ook heel erg belangrijk dat Zuidwijk op de kaart gezet wordt. Dat er een aanleiding is om elkaar te ontmoeten. En dat je hier in positieve omstandigheden een praatje hebt met elkaar. Want we weten allemaal dat het soms ook wel eens wat moeilijker is in de flat of in je woonomgeving. En dan is het ook goed als je elkaar kent en als je wat steun hebt met elkaar. En dat is namelijk als je jou ook kent, want je bent gelijk aangesproken aan alle kanten. Dat klopt inderdaad. Dus mochten we de klachten hebben? Ja, nee, dan hoor ik het vanzelf, dat lukt meestal wel. Wat ik trouwens wel aardig vind, is dat ik het tweede weekend nu hier achtereenvolgens naar Zuidwijk kom. Want vorige week ben ik bij de Zuiderparkspelen geweest. En dat was ook een fantastisch feest. En wat ik jullie wil vertellen is dat er een bon ligt bij de BOZ. En met die bon, als je die invult, dan krijg je opgestuurd de Zuiderparkgids. En we weten allemaal dat het Zuiderpark prachtig opnieuw vorm is gegeven. En dat is een hele mooie kwaliteit door een klein stukje hier vandaan. Ik zou zeggen, van maak daar gebruik van. En met dit weer is het natuurlijk daar ook heerlijk vertoeven. Oh, dat is hartstikke mooi. Dus bonnetje invullen bij BOZ en dan krijg je een boekje thuis gestuurd. Precies. Maar moet je wel in Zuidwijk wonen? Nee, volgens mij niet. Mooi, want ik woon in Portland, maar ik ben wel in Rotterdam, maar dat wil ik eerst nog. Ja, dat komt vast wel goed volgens mij. Want moet je nou op die Phoenix locatie? Ja, heel goed. Nee, ik moet er gelijk, nee, dat is waar. Oké, nou Kees Kurpijn die wordt hier geïnstalleerd. Heb je zelf nog iets gezien wat je echt leuk vond? Nou, ik heb mijn dochter meegenomen en een paar vriendinnen. En ze hebben net al in de touwen geklommen. Ze gaan straks kijken bij het boksen en een muziekinstrumentje maken. Dus we vermaken ons hier. Je vermaakt jij wel. Oké, hartstikke bedankt. Geef een applausje, dames en heren. Hugo het hart. Ah, en dat zijn duidelijk zijn dochter en zijn vriendinnetjes. Even kijken, ja, ze gaan het allemaal doen. Kees Corbijn, kent u die trouwens, Kees Corbijn? Ja, gezellig hè. Wat een Adonis is dat man, hebben die man zijn haar nog gezien? Is toch een lekker veentje voor 83? Gevaar. Hij is op 83, dat zou je hem echt niet geven. Want ik zie de dames al helemaal vooraan zitten van, ja? Dat is een fan van Kees, u bent een fan? Een fan van Kees. U bent een enorme fan van Kees. Ja, geweldig. Het is ook hartstikke leuk. Ik ben ook blij, ik zie hem nu voor de tweede keer binnen een zeer korte tijd optreden. Wat zegt u? Was je op de havendagen ook? Overal een geld is, komt hij. Het is echt iemand van Rotterdam-Zuid, hè? Geef een poeder aan je eerste. Dus, nee, maar hij doet het ook hartstikke leuk. Lekker Rotterdams ook. Ik vind zijn verhaaltjes tussendoor ook altijd erg gezellig. Wie hadden er allemaal bingo trouwens? Ja, u hebt, wat heeft u nou uiteindelijk gewonnen? Want die feun ging voorbij, hè? Ik heb een dekbedje meegenomen. Mijn dekbedje meegenomen. Je blijft morgen ook. Kom morgen ook. Lekker blijven zitten. Ja, we gaan dadelijk gewoon door met de bingo. Daar was iemand die hebt de pest in. Die hebt niks gewonnen, maar ik wil wel even wat zeggen. Zeg het eens. Kan die goed verstaan? Kan die goed verstaan? Ja. De bingo niet of überhaupt? Oh ja, ik heb mijn oude toer toch alleen maar. Dus. Maar je wilt dadelijk Kees wel horen natuurlijk. Nou, anders neem je je bankje mee en dan zetten we je dadelijk daar neer. Dan kan je even kijken naar Kees. Vind je dat gezellig? Ja, is dat goed? We regelen het wel. Even kijken, als je dadelijk je hand opsteekt en kan niks horen, dan zorgen we dat hier een bankje komt. En dan gaan we kijken. Kees, je groepjes zitten er ook. Mag ik iets meer doen? Ja, om de een of andere reden gaat Joop van der Hoor ook een nummer meezingen. Joop, kennen jullie natuurlijk, kennen jullie Joop van der Hoor? Oh, dat is de man die moeite vriend houdt hoor, want als er wat georganiseerd is, Joop is de coördinator hier zo. Dus... Joop is ontslagen, dus die doet dat niet meer. Je hoeft hem niet meer aan te spreken. Hij heeft geen geld meer. Oh, die mevrouw hier wel, die zit even geld te wisselen hier zo. Een bakje koffie graag. Ja, lekker. Alleen suiker. Dat is een vroeg gebied. Dus is het niet, maar wel publiekelijk. Dus dat kan ik niet maken natuurlijk. Wat gaan u drinken? Wat had u besteld? Je neventje? Ja, wel trekken, hè? Zeg even de ogen rollen. Want nou, dat gaat er wat in. Lust u wel een borreltje of niet? Nee, nou. Dat houdt niet van alcohol. Nee, is slecht voor je. Pest is het. Ja, de pest in andermans lichaam. Helemaal goed, echt Rotterdams. Even kijken hoor. Kees, heb jij enig idee? Ga je boven of beneden zitten? Hij gaat beneden zitten. Dus we zijn er helemaal klaar voor. De fanclub is er ook. Hé, hey, directeur. Ik vind het zo, het is lekker weer. Hè. We hebben echt mazzel, toch?
wat is het? Hoeveel is het vandaag? 26e? En ja, we zitten binnen, ja. Nou, maar we zitten wel prachtig. Ik zag het ook bij het koor, die hadden allemaal sandalen aan. Had er eentje voetschimmel, zag je dat? Dat vind ik zo erg. Ik vind die echt. Zo. Zo, ik ben blij dat er iemand zit. Kom er maar bij hoor. Zo, die hebben een mooie, wat spoilers. Oh, en achteruit. Oh god, een vrouw die achteruit gaat inparkeren. Ik zou eigenlijk kijken hoor, met die bak nu. Heeft die man lang of niet? Maar ik ken er wel een beetje mee over. Ik ben zo blij dat ik voor sta, niet achter zit. Ja, het is gelukt, dames en heren. Ja, klein stukje naar achter. Oh, geweldig. Spel zonder grenzen. Echt, het is spannend. Kees Corbijn is helemaal klaar voor. Hij gaat nog een beetje testen. Dan gaat hij natuurlijk heel hard zingen. Maar een aanmoedigingsapplaus, Kees Corbijn.